leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik zit dus nog steeds niet op mijn plek, want ik film de wrap-up meteen nadat ik mijn TBR en boek al heb gefilmd. Maar als jullie die niet hebben gezien, hier een kleine uitleg. Ik zit normaal gesproken altijd voor mijn boekenkast, want een booktube kanaal is natuurlijk leuk met een boekenkast op de achtergrond. Plus het zit gewoon lekker. Maar daar staat ook onze computer. En Mikael die wilde graag computerspelletjes spelen. Dus... niet lachen. Dus ik ben hier naartoe verbannen. Ik zit nu voor de bank. Ik heb hier mijn TBR stapel en hier mijn boekhol stapel liggen. Want ik heb dus net mijn TBR en mijn boekhol gefilmd. Hier ligt het papier van de Lit Translations Little Challenge. Ik zal het eventjes wegleggen. En dan ziet het er semi netjes uit. En nu ga ik mijn wrap-up filmen. Dus dit is mijn wrap-up van maart. Ik heb 3 boeken gelezen. En daar baal ik eigenlijk een beetje van. Want de eerste 2 boeken had ik echt volgens mij de eerste week of zoiets uit. Dat ging echt super snel. En toen heb ik gewoon een hele tijd niet gelezen. Totdat ik een boek las. Die ik ook weer heel snel uit had. En toen waren er 3 boeken uit. Ik ga wel op volgorde doen. Ik heb als eerste, ik moet wel zeggen, de 3 boeken die ik heb gelezen zijn de 2 boeken die jullie voor mij hebben uitgekozen. En mijn Translations Little Challenge boek. Dus alle boeken die ik zelf op mijn TBR had gezet, die heb ik niet uitgelezen. Maar de boeken die jullie voor me hadden gekozen en het boek wat ik had uitgepakt, die heb ik wel gelezen. Het eerste boek wat jullie voor mij hadden gekozen was Pluk een Roos van Emmy Arledge. Het derde deel in de Helen Grace serie. Ik had deze vrij snel uit, want ik heb hem ook deels geluisterd. Hij staat namelijk ook op Kobo Plus, op het luistergedeelte. En ja, ik reis natuurlijk op en neer naar Rotterdam en dan is een luisterboek gewoon echt super fijn. ik vond dit een goed boek. Ik zal even voorlezen waar het over gaat. Een jonge vrouw wordt wakker in een koude, donkere kelder. Ze heeft geen idee hoe ze daar terecht is gekomen of door wie ze is ontvoerd. En dat is pas het begin van haar nachtmerrie. In de buurt wordt het lichaam van een andere jonge vrouw gevonden. Ze is nooit opgegeven als vermist en haar familie heeft zelfs gewoon sms'jes van haar ontvangen. Iemand heeft zich de afgelopen tijd voor haar uitgegeven. Inspecteur Helen Grace weet dat ze de dader zo snel mogelijk moet vinden. Die is niet alleen gestoord, maar ook slim en vindingrijk. Maar zodra Helen probeert uit te vinden wat de motivatie van de moordenaar is, start een bijna onmogelijke race tegen de klok. Goed boek. Ik heb heel lang getwijfeld of dit mijn favoriet is of deel 1. En ik vind nog steeds deel 1... het beste van wat ik nu gelezen heb. En dat is dus in de minuten. Misschien is het ook wel omdat ik die natuurlijk als eerste gelezen heb. En dat was mijn kennismaking met de schrijfstijl van Emmy Arledge. Met Helen Grace. En dat was gewoon een, ja, dat was gewoon een fantastisch verhaal en fantastisch boek. Moment. Een fantastisch verhaal en een fantastisch boek. Deel 2 vond ik ook weer goed. Het zijn op zich allemaal goede verhalen, maar die vond ik iets minder. Dus die had ik toen 4,5 of 4 sterren gegeven, geloof ik. En deze vond ik wel weer beter dan deel 2. Wat ik zo tof vind van de boeken, of van dit boek. Ik weet trouwens niet meer of dat, volgens mij was dat niet echt zo in die andere 2, maar dat weet ik niet meer. Is dat je ook, je leest het boek vanuit verschillende perspectieven. Het is een alwetende verteller, een hij-zij perspectief, maar vanuit verschillende perspectieven. Dus je leest vanuit Helen Grace, je leest vanuit, maar je leest ook vanuit de dader en vanuit het meisje wat ontvoerd is. Dus jij weet als lezer in principe meer dan de politie en Helen Grace. En dat vind ik heel erg tof gedaan. Jij weet hoe het met het meisje gaat die ontvoerd is. Jij weet meer dan Helen Grace. Ik wilde iets gaan zeggen, maar dat was een dikke spoiler. Dus ik dacht, nee, ik moet het even anders zeggen. Dus het is gewoon heel tof om te zien hoe de politie eigenlijk de puzzelstukjes in elkaar puzzelt die jij in principe al weet. Dus dat vind ik heel tof gedaan in het boek. De hoofdstukken zijn super kort. Sommige zijn echt maar een bladzijde lang. Vind ik soms jammer, omdat net op het moment dat het spannend begint te worden, het lijkt alsof het hoofdstuk afgekapt wordt. Aan de andere kant leest het wel echt super snel. En de spanning blijft er toch wel een beetje in zitten.
Ik vind hem niet zo goed als Inemine Mutten. Ik vind hem beter dan Piep zei de Muis. Dus ik denk dat ik deze 4,5 sterren geef. Ik vond het verhaal vond ik tof. Ik vond het motief van de dader duidelijk. Het motief van de dader vond ik niet tof. Maar ik vond het motief heel duidelijk. Ik snapte het motief. Het is wel een beetje een gestoorde... gestoord. Maar ja, hè. Dat is op zich ook wel logisch. Wat ik wel had, is dat ik had wat recensies opgezocht toen ik dit boek uit had. Omdat ik niet helemaal wist wat ik ervan moest vinden. En de meningen zijn heel erg verdeeld over het boek. De ene vindt hem echt helemaal fantastisch. En de ander die geeft hem echt maar 2 sterren omdat ze hem niet origineel vinden. Ze vinden dat Helen Grace gaat weer achter een seriemoordenaar aan. Bla bla bla. Aan de ene kant ben ik het ermee eens dat veel thrillers gaan over... meisjes die ontvoerd worden. Of jonge vrouwen die ontvoerd worden. Seriemoordenaars, weet ik wat. Maar ik vind toch dit verhaal... hoewel zeg maar de... het concept zeg maar niet super origineel is, is het verhaal wel origineel. Is dat logisch? Zeg maar het verhaal gewoon in zijn geheel vind ik een origineel verhaal. Dus daar ben ik het niet mee eens. Dat Helen Grace weer achter een seriemoordenaar aangaat. Ja, dat is Helen Grace. En ik vind het gewoon tof. Het enige wat ik iets minder vond... Maar ja, dat is een beetje... Je leert ook Helen Grace weer beter kennen. Je ziet ook waar zij mee te maken heeft in haar persoonlijke leven en in haar werkleven. En er is gewoon één personage. En die leeft er gewoon voor om haar het leven zuur te maken. En dat vind ik heel irritant. En aan de ene kant vind ik het een hele goede verhaallijn. Want dan denk ik, je leert daardoor Helen Grace meer kennen. Je hebt daardoor diepgang in de personages. Maar aan de andere kant irriteerde ik me er echt gigantisch aan. Dus dat was dan een minpuntje. Ik denk dat ik hem 4,5 ster zou geven. Wel dik vette aanrader. Sowieso de serie van Helen Grace is een dikke vette aanrader. Dus hier was ik erg blij mee. Lekker onsamenhangend verhaal weer, Laura. Soms dan kijk ik echt terug hè, wat ik heb gezegd over een boek. En dan denk ik echt van, hoe kunnen mensen hier naar kijken? Hoe kunnen mensen na mijn review nou weten of ze een boek willen lezen? Ja of nee, maar oké. Okay. Laat me maar weten of het... maar weet je, zo ben ik. Maar ja, oké. Okay. We gaan verder met de volgende. De volgende die ik had gelezen is The Battle of Line 4. Van J.D. Barker. Ik had De Kusmoorden van J.D. Barker en James Patterson gelezen. Dat was mijn eerste kennismaking met J.D. Barker. En toen vlak daarna kwam volgens mij deze uit. En die zag ik heel vaak op Bookstagram voorbij komen. En ik had al zoiets van, dit interesseert me wel heel erg. De achterflap interesseert me heel erg. Het lijkt me een heel tof boek. En de schrijfstijl van J.D. Barker, dat wist ik toen nog niet. Dat die in De Kusmoorden heel erg voorkwam. Want ja, ik wist natuurlijk niet... hoe James Patterson schreef. En ik wist ook niet hoe J.D. Barker schreef. Dus ik dacht van, nou ja, het zal wel. Maar ik vond De Kusmoorden goed. Dus ik dacht, nou weet je, dan ga ik van J.D. Barker deze lezen. Ik neem er even een slokje thee. Ik heb echt een droge keel, man. Droge mond, alles. Pa. Veel gekletst. ik vond hem heel goed, deze. Ik heb deze ook weer deels geluisterd. J.D. Barker moet je wel liggen. Het is niet een... het is natuurlijk een thrillerschrijver, maar je hebt verschillende soorten thrillers. Je hebt psychologische thrillers, je hebt actiethrillers, je hebt... En dit is een beetje best of both worlds eigenlijk. Net zoals De Kusmoorden. Maar J.D. Barker houdt wel van actie. Tenminste, lijkt mij, want in dit boek zat veel actie. Dus als jij niet van actie houdt, is dit niet jouw boek. Ik zal even voorlezen waar het over gaat. Jordan Briggs is bekend van de New Yorkse radio. Ze neemt geen blad voor de mond en deelt dagelijks haar ongezouten mening met meer dan 5 miljoen luisteraars. Op een dag spreekt ze de inbellende Bernie, die live een spelletje wil spelen. Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxis. Ze kiest taxis en vergeet het gesprek al snel, tot er vlak voor haar kantoor 7 taxis ontploffen. Terwijl de brandweer en ambulance uitrukken en het aantal slachtoffers oploopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo begint de klopjacht op een onzichtbare, volledig losgeslagen moordenaar, live gevolgd door miljoenen luisteraars. Is Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel te winnen?
Heel tof concept. Heel tof uitgewerkt. Alleen het motief van de dader. Het motief van de dader is logisch. Maar hoe dat motief gekomen is, is echt een heel gek verhaal. Dat ik echt dacht van, jeetje, wat is het ver gezocht. Maar ja, verder vond ik het echt een heel tof verhaal. De personages. Eigenlijk in het begin had ik een beetje een hekel aan Jordan. Ze is een beetje een arrogante madame die het ver geschopt heeft. En zichzelf daardoor helemaal fantastisch geweldig vindt. Maar ze maakt natuurlijk een hele hoop mee in dit boek. Daardoor wordt ze wat zachter. Ze wordt wat... tenminste, ik ging er meer waarderen, laat ik het zo zeggen. En dat vind ik heel knap, dat je dat in een boek voor elkaar kunt krijgen. Dat je in het begin echt een gruwelijke hekel eigenlijk hebt aan het hoofdpersonage. En aan het einde zoiets hebt van... Ah, het valt eigenlijk toch wel mee, weet je wel. Ze maakt echt een mooie ontwikkeling door. Verder... plot twist die je niet zag aankomen. Heeft wel heel eventjes in mijn achterhoofd gespeeld. Maar ik dacht, nee, dat gaat hij niet doen. Nou, dat deed hij dus wel. Maar veel actie. Dus als jij niet van actie houdt, is dit niet jouw boek. En ik heb het nu vooral tegen Chrissy. Want ik weet dat Chrissy niet van actie houdt. Je kan het een kans geven. Want het is wel een... Het is snel geschreven, de hoofdstukken zijn kort, verschillende perspectieven, eigenlijk net zoals bij Pluk en Roos. En dat zijn wel de dingen die ik fijn vind in een boek. Verschillende perspectieven, korte hoofdstukken, want dan vlieg je er gewoon in principe doorheen als het een goed verhaal is. En het is in principe een goed verhaal. Maar wel met veel actie. Vooral moet ik zeggen, op het einde. Door het boek heen valt het nog wel redelijk mee, maar op het einde wordt het is echt veel actie. Ik ga dit boek denk ik ook 4,5 ster geven. Omdat ik het verhaal goed vond. De personages zijn goed uitgewerkt. Plot twist die ik semi niet zag aankomen. Goed geschreven, fijne schrijfstijl. Maar wat ik zei, het verhaal over het motief van de dader vond ik een beetje heel apart. Dus daarvoor een half punt aftrek. Maar alsnog 4,5 ster. Dat is toch in principe hartstikke goed. Dus ook een aanrader. Dan, het laatste boek wat ik heb gelezen. Was mijn Lit Translations Little Challenge boek van maart. Die hadden jullie trouwens ook voor mij gekozen. De Belle op blijf hier. En dat is De Genezer van Zalindorf. Ik heb dit boek gekocht. Omdat ik op een gegeven moment toch nieuwsgierig werd nadat heel veel mensen hem hadden gelezen. En er hele goede recensies over waren verschenen. En toen dacht ik, ik heb nu nog kans om een limited editie te kunnen kopen. Dus dan ga ik dat gewoon doen. Nu is hij er nog. En toen kwam hij in mijn kast te staan. En toen heb ik hem ingepakt voor de Lit Translations Little Challenge. En toen heb ik hem vorige maand toevallig dan gepakt. En ik ben daar heel blij om, dat ik hem uiteindelijk toch gekocht heb. Want toen deze uitkwam, dacht ik, nee, dit is geen boek voor mij. Maar man, dit is wel een boek voor mij. Ik vond hem zo tof. Ik zal even voorlezen waar die over gaat. Want als ik erover ga praten, ik merkte, want ik was met mijn weekvlog bezig. Oh, dan moet ik nog filmen. Nou ja, ik was met mijn weekvlog bezig. En ik had verteld, ik had het boek net uit. En ik... had verteld waar het over ging. En ik ging dat teruglezen. En ik denk van, aan mijn gezicht kun je gewoon zien hoe het eindigt. Of aan mijn gezicht kun je gewoon zien wat er gebeurt. Of aan mijn gezicht, ik dacht echt van, nee, ik moet als ik de volgende keer ga vertellen waar het over gaat. Gewoon stick to the zijflap in dit geval. Want als ik zeg maar dingen zelf ga vertellen, dan word ik te enthousiast. En dat moet niet, want ik wil geen spoilers geven. Dus, het gaat over... De 17-jarige Kiva Meridan zit al 10 jaar vast in Zalindorf, de beruchte gevangenis van Wenderol, waar slechts weinigen levend uitkomen. Iedere dag vecht ze, als enige genezer voor haar leven en dat van haar medegevangenen. Als de zieke koningin van de rebellenbeweging Zalindorf wordt binnengebracht, krijgt Kiva de taak om haar lang genoeg in leven te houden voor de elementproeven. Een toernooi van 4 opdrachten. Alleen de gevaarlijkste criminelen krijgen deze straf.
Ze zullen onder de meest extreme omstandigheden lucht, vuur, water en aarde moeten trotseren om vrijgesproken te worden. Gebukt onder deze verantwoordelijkheid ontvangt Kiva een gecodeerd bericht van haar familie. Hou haar in leven, we komen eraan. De rebellenkoningin kan met geen mogelijkheid meedoen aan het toernooi zonder te sterven. En Kiva besluit haar eigen leven op het spel te zetten door in haar plaats mee te doen. Als ze wint zal niet alleen de koningin, maar ook zijzelf haar vrijheid terugkrijgen. Alleen heeft niemand het toernooi ooit overleefd. Super, super, super tof boek. Nog een reden waarom ik deze heb gekocht is omdat... Sarie Maas, en ik quote Sarie Maas nu, zegt... Lynette Noni is een meesterlijke verhalenverteller. Een must-read voor elke fantasyliefhebber. Nou ja, Sarie Maas is natuurlijk de auteur van de ACOTAR-serie. En de ACOTAR-serie vond ik ook helemaal fantastisch. Dus ik dacht, als Sarie Maas dit zegt, zal het vast een goed boek zijn. En ze had gelijk. Het is echt een tof boek. De schrijfstijl is super fijn. Je leeft met de karakters mee. Je waant jezelf in Zalindorf. Het is verschrikkelijke omstandigheden... maar de karakters zijn zo... Kiva is zo tof. En ze heeft zeg maar daar een soort jongetje die haar helpt bij de zij is genezer. Zij werkt in een ziekenboeg. En ze heeft een jongetje die haar daarbij helpt. En dat is Tip. En Tip is zo'n cutie. Echt waar. Hij stottert. Hij is ongeveer 11 jaar. 10, 11 jaar. 9, 10, 11. Ik weet het al niet meer. Maar hij is gewoon een beetje het licht van het boek. Want Zalindorf is... Echte omstandigheden zijn erbarmelijk gewoon. Het is natuurlijk een gevangenis. Het is echt verschrikkelijk. En Tip die maakt het zo... Die blijft zo vrolijk onder alles. Dat is zo gaaf gedaan. En dan heb je Kiva, die is ook fantastisch. En andere personages zijn fantastisch. En het verhaal is fantastisch. En dat... Ja. Ik heb wel een tip. Ben jij iemand die graag naar het einde bladert om te zien of het goed afloopt? Of om te zien hoe het eindigt voordat je het leest. Doe dat bij dit boek niet. Want als je het einde leest, verpest je voor jezelf het complete verhaal. En dat zou echt heel erg zonde zijn. Dus lees gewoon zoals het boek bedoeld is. Dus gewoon van voor naar achter, zeg maar. In plaats van voor, achter, midden. Dan komt het helemaal goed. En dan garandeer ik je dat je dit echt een heel tof boek vindt. Dikke vet aanrader. Dat waren mijn drie boeken die ik had gelezen in maart. Ik ben nog wel in andere boeken begonnen. Ik ben in Grensgebieden begonnen. Dat was het eerste deel van de Samberger serie van Arne Daal. Ben ik nu op 20-30%. Vind ik tot nu toe ook wel een tof verhaal. En ik ben natuurlijk in De Gevangenen van Flenia begonnen. Het tweede deel van De Genezer van Zalindorf. En ik heb ook nog een deel in Daughter of the Pirate King gelezen. Een klein stukje. Maar die heb ik even aan de kant gelegd. Want die ga ik samen met Pamela Buddy readen. Dus dat wordt ook weer deze maand. Laat me even weten wat jullie hebben gelezen in maart. Wat jullie favoriete boek was van maart. Lijkt me ook leuk om te laten weten of jullie al een van de drie boeken hebben gelezen die ik heb gelezen in maart. En wat jullie ervan vonden. Of heb ik jullie nu heel erg nieuwsgierig gemaakt naar een boek. Laat me dat ook weten. Want dat vind ik ook altijd heel leuk om te zien. Vonden jullie dit weer een leuke video? Doe dan even je duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Zou ik ook heel tof vinden. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!